Dierenbeschermers in Zuid-Afrika verliezen de oorlog om de neushoorn. Stropers en smokkelaars slachten vorig jaar 448 neushoorns af. En elk jaar wordt het er meer. Mensen die de dieren willen beschermen moeten steeds verdergaande maatregelen nemen. Zo wordt tegenwoordig de waardevolle hoorn afgezaagd, zodat het dier voor professionele stropers waardeloos wordt. Het is zeker wel een oorlog, ja. Currently, they're losing one rhino every 15 hours. They're armed, we're armed. And we're going to fight to protect these animals and they're going to fight to try and kill them. Zuid-Afrika, land met 20.000 neushoorns, 80% van alle neushoorns ter wereld. Volgens Martine van Zeil-Langhout zijn deze beschermde dieren levende schietschijven geworden. De laatste twee jaar is er ongeveer 1 tot 1,5 neushoorn per dag gedood voor de hoorn. Dat is nog nooit zo hoog geweest. En het stopt niet, het wordt alleen maar erger. Van Zeil is dierenarts hier en probeert de neushoorns tegen stropers te beschermen. Maar zij lijkt de strijd te verliezen. Stropers worden gehaaider, professioneler, gewelddadiger. Ze hebben helikopters, ze zijn gewoon professionele criminelen. En daardoor wordt het steeds moeilijker om die strijd aan te gaan. Het zijn niet mensen in een hutje die niet beter weten. Het zijn echte professionals die zich goed informeren waar welke neushoorn leeft, hoe de beveiliging is. Oké, we gaan een sweep van deze river valley. En jullie twee, keep to this side. Oké. En jullie twee. We go down this way. The face of game rangering has changed over the last 3 years with the oncoming onslaught of rhino poaching. And traditionally, field rangers were out there to look for conservation aspects, nests or mortalities or, you know, just general conservation work. And it's completely changed now with the fact that we have to be trained in armed contexts. In other words, rifle training of human against human. Militaire trainingen voor parkopzichters. De strijd om de neushoorn dreigt uit de hand te lopen. Stropers beschikken nu soms al over handgranaten, helikopters. Wie achter de professionalisering zit? Ranger Steve Dell wijst naar buitenlandse syndicaten. Most of them are foreign nationals that are illegally in this country, and they will probably recruit local people that have knowledge of the area. So, but the main instigator, the main perpetrator, so to speak, is probably a foreign national. We've seen resurgent demand in Asia, particularly Vietnam. Vietnamese networks are now fully entrenched in South Africa, collecting horn not only from legal sport hunts, but also through illegal channels. They are driving the poaching in this country, and they are putting that horn back into the market in their home country. De vraag naar de hoorn van de neushoorn komt vooral uit Azië, met name China en Vietnam. Daar geloven sommigen dat de hoorn magische krachten heeft. Zeker nu die landen rijker worden, groeit de vraag explosief. Illegale bendes ruiken hun kans. It is widely being sold as a cure for cancer and other life-threatening diseases. It's also become a fad, an extravagant fad amongst upwardly mobile young people. If you drink too much and want to cure your hangover, you take rhino horn. Rhino horn is probably worth more than gold and more than cocaine at the moment. Poaching is considered a low risk, high reward activity. And one of the reasons that organized crime is getting so involved is that it's considered to be more lucrative than drugs, but with less risk, because there has never been the priority afforded to wildlife crime that has been afforded to narcotics and explosives and firearms and human trafficking. Een belangrijke reden dat stropen lucratief en makkelijk lijkt: de natuurparken zijn zo uitgestrekt. Zelfs met meer patrouilles kun je nooit overal altijd zijn. If you take all rhino range in this country, it's certainly bigger than the entire country of the Netherlands.
Martine van Zijl probeert de stropers te slim af te zijn door zelf preventief de hoorns af te zagen. Een neushoorn zonder hoorn heeft nauwelijks waarde meer. Wat we hier doen, het onthoornen van neushoorns, is iets wat je snel op korte termijn kan doen. En wat op korte termijn ook effect heeft, waardoor zo'n dier toch veiliger is. Een stroper gaat vaak zo bruut te keer dat een neushoorn sterft bij het afhakken van zijn hoorn. Maar het kan ook medisch verantwoord. In de hoorn zelf zit geen gevoel. Het is als een nagel. Het is belangrijk dat je niet te kort afzaagt. Hetzelfde als met je eigen nagel. Die wil je ook niet te kort afknippen. Maar als je mooi 8 centimeter boven de basis afzaagt, groeit het gewoon helemaal normaal aan. Stropers die willen zoveel mogelijk hoorn. Dus een stroper die gaat met zijn machete echt in de schedel hakken. En soms is een neushoorn nog levend. Dan hebben ze 1 schot, maar het is geen dodelijk schot. Maar elk schot kan ze verraden. Dus dan hebben ze geen zin om nog een schot te missen. En dan doen ze het dus bij een levend dier, hakken ze gewoon vol die hoorn eraf. Het is echt afschuwelijk. Maar ik ga hem nu wakker maken. De hoorn die van Zijl afzaagt, moet nu nog achter slot en grendel bewaard blijven. Maar sommige eigenaren van wildparken willen van die strenge regel af. Zij willen de afgezaagde hoorn juist kunnen verkopen, zodat de illegale handel van stropers niet meer lonend is. John Hume, de grootste privé-eigenaar van neushoorns ter wereld, wil de handel in hoorn legaliseren. There will be a legal way for the eastern people to buy horn, so they will not all be dealing with the poachers. Secondly, the government and the private owners in this country will have the financial muscle to fight the poachers much more than they have now. Het is zeker iets om naar heel serieus naar te kijken als eventuele mogelijkheid, omdat dan heel veel geld vrijkomt om te investeren in die veiligheid en de salaris te betalen van al die trackers die ze beschermen. En die, het kost zo ontzettend veel geld om die dieren te beschermen. En er is zo weinig geld. Duidelijk is dat er iets moet veranderen. It's such a challenge to be everywhere when they can be everywhere as well. Want als de beschermers op deze voet verder gaan, verliezen ze de strijd. Walking and observing is all part of the game here. But it's such a big area.